Nou, nog even een slokje wijn. Ja, en ik krijg natuurlijk heel vaak de vraag, want dat is hem. Ik doe af en toe even het kapje op en het kapje naar beneden. Maar dat is zuiver voor de verstaanbaarheid, grote vrienden. Hier, kijk even met mij, hier op dit terras. Kijk, er zitten mensen allemaal hier. Lekker hoor. Die zitten, ja toch? Kijk hier. Hey, kijk nou. Ja, hier, dat zijn ook Nederlanders ook. Nou, die zitten hier allemaal heerlijk te eten. Allemaal niks aan de hand. Want ik krijg vaak de vraag van jullie van, ja Harry, kunnen we eigenlijk wel naar Spanje komen? En dan denk ik bij mezelf, wat een rare vraag. Wat een gekke vraag, natuurlijk kun je naar Spanje komen. Kijk hier nou eens even op de boulevard. Kijk nou even met me mee. Is het hier lekker rustig? Ja, heerlijk rustig. Is het hier veilig? Ja, natuurlijk is het hier behoorlijk veilig. Hier, niks aan de hand. Je ziet hier helemaal niemand. En dit is gewoon de Costa Blanca. En kijk ook nog even met me mee op het strand. Kijk nou even. Als je dat vergelijkt met dat overvolle gedoe in Nederland. Hier, kijk even. Kijk even. Hier. En dit is dus hoogseizoen, jongens. Dit is dus op een zondagmiddag. Hé, hey, ja. Op een zondagmiddag, hoogseizoen. En hier. Volkomen rust. Dat is hem. Dus dan denk ik bij mezelf. Nou jongens, als jullie naar Spanje willen komen. Hé, hey, doe dat. En geen enkel probleem. Alleen, het enige wat je moet doen. En daar moet je dus verder niet over zeiken. Deze. Ja, het mondkapje moet op. Dat is nog een keer zo. De mensen hier lopen met een mondkapje. En dat is verplicht. Ja. En anders krijg je een geweldige boete. Dus ja, daar moet je niet over zaniken verder. En dan kan je natuurlijk geweldig hier naar Spanje komen. Dan heb je het strand voor jezelf alleen. Je hebt de boulevard voor jezelf alleen. Mondkapje hoeft natuurlijk niet op. Hier heerlijk. In de restaurants. Helemaal top in orde. En nog even wat. Je staat niet in een file hier naartoe. Nee. Je kan hier gewoon met de auto naartoe. Want in Nederland ja, is het gewoon hutje mutje. Ja. En dan heb ik nog één geweldig voordeel, jongens. Hier. Aanstaande donderdag. Dan stopt de zon in Nederland. En hier in Spanje schijnt hij gewoon verder en door. En blijft het heerlijk weer. Dus ik zou zeggen, nogmaals, als je overweegt om naar Spanje te komen, kom!